Hallo lieve waterman, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 41. Dat is 9 oktober tot en met 15 oktober. Het is een algemene reading, haal eruit wat je nodig hebt. Lieve waterman, jouw hoofdthema voor deze week. De hoofdthema voor de waterman. En er valt een heel verhaal uit. Oké. Wat ik dan als eerste zie is dat het belangrijk is om echt naar jezelf te gaan luisteren. Wat voel jij van binnen? Hoe voel jij je? Welke stappen wil jij graag zetten? Wat speelt er allemaal? En luister dus ook echt naar jezelf. Want wanneer je luistert naar jezelf, weet je welke acties je kan ondernemen. Weet je dus welke stappen je mag gaan zetten of welke stappen juist niet. Het heeft allemaal te maken met je eigen groei en met dingen achter je te laten. Dus vooral luister naar jezelf. En dan zal je merken dat er misschien nog oude zaken naar boven komen die je mag gaan herstellen. Dus er zijn verschillende aspecten op dit moment bij jou aan de gang. Dus je gaat in actie komen, maar luister naar jezelf en durf tijd te nemen om jezelf te healen. We gaan eens even kijken wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de waterman deze week verwachten? Ja, het voelt wel alsof je ook steeds meer naar binnen keert. Echt je rust pakken. Het is belangrijk om je rust te pakken, om echt te gaan luisteren. Wat doet het allemaal met me? Het is belangrijk om deuren open te gaan zetten, om echt van jezelf te gaan houden. En er zullen wat verleidingen op de hoek zijn, waardoor je dus misschien sneller afgeleid bent of minder snel keuzes durft te maken. We gaan eens even kijken naar een mooie affirmatie voor jou, lieve weegschaal. En dat zijn er twee. Ik kan mijn eigen keuzes maken, want ik ben zelfstandig. Ik ken mijn sterke eigenschappen. Ik heb zelfvertrouwen. Lieve waterman, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder heel veel succes deze week. Wil jij een 1-op-1 reading? Dat kan op verschillende soorten manieren. Kijk op www.mediumdaphne.nl. Het kan via video, WhatsApp, bij je was, in de praktijk, via Zoom. Er zijn talloze manieren. Weet wel, als je een WhatsApp-reading boekt, dat het tegenwoordig alleen nog maar vanaf november op de maandag en de woensdagochtend vooral plaats zou vinden. Daarover gesproken begint de opleiding weer in januari voor het mediumschap. Wil je daarvoor opgeven? Dat kan. Wie weet zie ik je daar. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.